Welkom bij de tweede aflevering van de Schimmel Zip. Dit is de tip die we aan het bouwen zijn voor een klant. En in deze aflevering bouwen we in één keer af. Alles ligt klaar. Ook Alpha Styling. Knipperlichtjes. Dat is niet de bedoeling. Gaan we wel doen. Ah ja, kijk mee jongens. We gaan in één keer afbouwen. Wordt een hele mooie scooter. We gaan aan de slag. Achter zit erop jongens, ziet er keurig helemaal fris uit. Het verschil tussen wat het was, grijs, afgebladerd, beschadigd, naar nu helemaal spiksplinternieuw. Het lijkt nog nieuwer dan dat je hem krijgt als je Zip nieuw koopt en dan zijn ze mat zwart. Dit ziet er prachtig uit jongens. De wielen die zijn klaar, dan ga ik nu de voorkap monteren. Dat is deze natuurlijk, glimmend zwart zoals de klant wilde. We gaan gewoon lekker alle kappen monteren, helemaal klaarmaken tot het opvoergedeelte. We gaan omkeuren naar bromfiets en de kniplicht natuurlijk. Nu het SP8-vleugeltje op. Dit is een Zip SP8-vleugel. En het mooie van deze vleugel is dat je hier dus dat oppakstuk hebt, dat je hem veel makkelijker kan wegslepen, optillen. Of dat als je een passagier achterop hebt, zo, dat je kan vasthouden. Is ook fijn. Die andere, dat kan gewoon helemaal niet. Veel ding is ook minder mooi. En deze ziet gewoon hartstikke vet uit. En Piaggio-logo staat erin. Een hele gereedschapskit is uit elkaar gevallen, dat terzijde. De achterkant van de scooter zit klaar, op de uitlaat na en op de kartkap. Ik heb hem even dichtgebouwd, gewoon om het visueel even mooi te krijgen. De Zip SP vleugel zit erop, het kentekenplaathoudertje, de kenteken zelf natuurlijk. En de wielen met bandjes met de remschijf. We gaan het remklauwtje op de nog even doen. Lloyd, wat denk jij? Zullen we de jongen verrassen wie die scooter is met een autotoetertje? Dat klinkt beter dan deze gare. Ja, toch deze gare 1 van nergens open.
denk je niet dat zo'n stipje aankomt, toch? Ik zit erop op vanavond. Ik vind het resultaat nu al echt een enorm verschil. Goed, een nieuwe dag. De avond ziet er ook weer lekker op. Ziet er alweer een stukje completer uit. Ik ga nu starten met het klaarmaken van de kartkap. Als de kartkap klaar is, windschermpje erop, dus je een beetje compleet geassembleerd. Dan gaan we de kniplichten doen en natuurlijk het bromfiets klaarmaken. Inmiddels is de zaak gesloten en zit nog op de brug. Hij is nu heel afgebouwd in de basis. Het is nu tijd om hem klaar te maken voor die keuring. We gaan hem omkeuren naar een bromfiets, of in ieder geval dat gaat de klant doen. Dus wij moeten hem klaarmaken. De remmen moeten dan ook goed zijn, de verlichting moet werken. De vering moet er goed zijn, banden, reflectoren, dus reflectie. En de snelheid natuurlijk, het geluid. Dus we gaan nu eventjes starten, even kijken hoe die klinkt. En als hij is gestart, kijken welke elektriciteit het doet. Ik weet dat het kniplicht nog niet op zit, dat doen we als laatst. Dus eerst even de snelheid fixen met het CD-pakketje waar ook een beetje power in zit. En dan gaan we weer door. Oei, de vering is ook verrot. Dus er moet ook een andere vering op. Gaan we zo meteen doen. Oh ja, die autotoeter. Was ik alweer vergeten. Nou, gaan we eens kijken waar die nu gaat. Gaan we. Inmiddels ben ik weer terug, de deur die gaat op hoog, we hebben het net getest. Hij liep bijna 50, dus de snelheid is eigenlijk al best wel goed om als bromfiets te laten keuren. Gelukkig, dat is de eerste meevaller die ik met deze scooter heb eigenlijk. Ik zie wel dat de achterschokbreker verrot is. Hij maakte heel veel toeren op het eind, dus ik denk dat er een grijze of een ontgrensde CD in zit. Ik ga dus toch gebruik maken van een originele Ducati gele stekker bromfiets CD. Daarmee kun je prima begrenzen met de firing. Ik heb niet gekeken of de firing in zat, ik denk het dus wel, want hij maakt overtoeren op de 50. Bij een bromfiets CD zou die overtoeren minimaal zijn met de firing, omdat die gewoon echt begrenst bijvoorbeeld bij 9500 toeren of zo. Gaan binnenhalen, terug de brug op, CD'tje vangen en dan de volgende test. Zoals ik al zei,
die Ducati CD met de gele stekker. Dit is een officiële beroemd CD. De meest betrouwbare CD over de hele markt. Voor jouw Piaggio, DDB, Aprilia of natuurlijk Vespa scooter. Dit is de poging met de Brompton CD, jongens, en dan rijdt hij zo. Daar gaan we hoor. Oké, nu gaat hij 40. En er zijn geen overtoeren meer, maar 40 doet het te langzaam. Ik kom wel Bromfiets laten keuren, dus ik moet een smallere Vario ringen. We gaan terug naar de zaak. 3 hours later. Ah. Nou, dan gaan we, jongens. Laatste keer testen voor vanavond. Dunnere Vario ring erin, zet het in, gaan we rolletjes. En ik heb heel eventjes voor het beeld de kniplicht erin gezet van Alpha Styling. Ze zien er hartstikke mooi uit, ze doen het al. Dat kun je hier zien. En hoe dat eruit ziet, laat ik zo meteen even zien en dan morgen weer een dag. Jongens, dit is hem. 50, perfect voor de keuring. Nou, dit is de nieuwe vering, stukken beter. Hij rijdt ongeveer die 50, klaar voor de keuring dus. De kniplichten, deed het als je net kon zien. Lopend. Helemaal kant en klaar, plug and play. Ik laat je laten zien hoe het moet. De scooter is voor vandaag klaar, morgen ben ik weer terug. Het is inmiddels 10:30, 10:45. Tijd om naar huis te gaan, morgen ben ik weer. Welkom bij de laatste dag over deze speciale zit. Het was een basie, nu is hij klaar, nu is hij netjes. En met de kniplicht erin ziet het er zo uit. Yes jongens, de scooter is klaar. Dit is het resultaat van de SIP die we verkochten als wrakje. En nu is het een heel knap en mooi ding. De Alpha Styling Lifting zit er ook in. Hartstikke mooi natuurlijk. En een how-to gaan we daar speciaal voor maken. En deze heb ik niet gedaan, want het is een lange video. We hebben te weinig tijd en we hebben het achterlicht nog niet liggen. Maar als het achterlicht straks de volgende keer voor een how-to er wel is. Ja, dan kunnen we echt een hele vette aflevering maken met een how-to dus van de styling lifting van Alpha. SIP is mooi geworden, wij gaan hem afleveren. Vond je het een leuke video, absoluut een duimpje omhoog doen. We hebben heel veel onderdelen gebruikt in deze aflevering. Al die onderdelen die je zag zijn nu leverbaar via www.joeyschaap.nl. Is er iets wat je nodig hebt wat niet op de site staat, stuur ons dan een mailtje. En ik ben voor het kijken naar deze aflevering. Leuke video, duimpje omhoog. Ga naar mijn Instagram, @joeyschaap. Dan zie je straks hele mooie foto's van deze scooter. En abonneer op Volgens Met Joey voor die styling, verlichting, how-to, tutorial. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Daar heb ik geen...